die stomme Justin. Waarom moet hij het voor mij verpesten? Ze gaan nu naar mijn Topia en ik kan niks. Oh, als ik de kans krijg om Justin te pakken te krijgen, dan zwijt er wat voor hem. Dit was niet de bedoeling. Nu loopt mijn plan in duigen. Ik moet ervoor zorgen dat wat dan ook mij tegenhoudt om met vrienden te praten. Wie kan ik daarvoor gebruiken? Misschien Logan. Je weet niet wat je te wachten staat, vlinder. Oh, wat heb ik toch lekker geslapen. Ik heb best wel wat honger gekregen. Misschien kan ik even kijken of Linder iets lekker in huis heeft. Nee. Laat me gewoon met rust. Blijf gewoon alsjeblieft staan. Linder! Logan? Wat doe jij hier? Dat wou ik net aan jou vragen. Kom alsjeblieft niet dichterbij, Logan. Wie is dat? Dat wil je niet weten. Blijf gewoon staan. Linder, je moet wakker worden. Dit is een nachtmerrie. Wacht, wat? Je bent aan het slapen, vlinder. Nee, dit gaan we nog even niet doen, vlindertje. Je blijft nog maar even lekker slapen. Wat is dit? Wat is wat? Wat is er? Ja, ik kan niet wakker worden. Wat bedoel je? Ik kan niet wakker worden. Ja, net zoals ik zeg. Ik kan niet wakker worden. Het lijkt wel of ik vastzit in mijn slaap. De stem. Wat moet ik nu doen? Wie bent u? Dat kan ik ook aan jou vragen. Wat doe je in mijn huis? Wacht. U moet Patrick zijn. De man van Vlinder? Ja, denk het wel. Maar wie zijn jullie? Mijn naam is Daan. Wij komen van de school van Loop. Wacht even. Jij bent in je eentje? Nee, Loken en Vlinder zijn hier ook. Waar zijn ze dan? Boven, volgens mij zijn ze nog aan het slapen. Wat een luilakken. Wat is er met haar aan de hand? Misschien heeft ze een nachtmerrie. Lieverd, word alsjeblieft wakker. Wacht even, volgens mij hoor ik Patrick. Misschien kan die gek je wel even helpen. Maar ik moet je even alleen laten. Dat moet. Nee, alsjeblieft. Laat me niet alleen met hem. Waarom ben je bang voor je man? Ik kan het nu niet uitleggen, maar alsjeblieft, laat me niet alleen met hem. Henrik, ik kan Patrick vertellen wat er gebeurd is. Dus ik moet wel gaan nu. Ik wil niet alleen met hem zijn. Vlinder, kom op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Wat is er gebeurd tussen jullie twee? Als je mij niet vertelt binnen de 2 seconden wat er gebeurd is, kan ik jou ook niet helpen. Ik kan het niet. Nou, ik ga naar Patrick toe en dan gaan we je helpen. Ik zal ook met hem praten. Dat komt goed. Ik kan pannenkoeken bakken. Oké. Waarom wordt ze niet wakker? Geen idee. Misschien is ze wel in een hele diepe slaap gevallen. Logan? Ze zit vast. Hoe bedoel je, ze zit vast? Dan moet je stem gedaan hebben. We moeten haar toch op een of andere manier wakker maken? Dat weet ik niet.
Waar zit ze vast? Ze is een gebouw. En dat gebouw heeft een raam. En er staat daar een man. En die staat voor haar. En hij lijkt wel een wasbeer of zo. Nee. Ik weet wie het is. Ja, en ze lijkt bang. Dan weet ik nu voor de volle 100% wie het is. Het is WBV. Oh. WBV. Ja, daar heeft ze van verteld. Ze wou niet vertellen wie dat was. Sorry, ik denk dat dat mijn schuld is. Wat bedoel je? Ik had het dagboek gelezen van Vlinder en daar stond ook iets in over WBV. En toen vroeg ik ernaar, maar ze wou er niks over vertellen. Ja, yeah, dat snap ik ook wel. Die periode was niet gemakkelijk voor haar. En kan iemand mij lichten wat er in die periode is gebeurd? Hé, dat is niet aan mij om dat te vertellen. Ja, maar ze zit nu toch vast in die droom en we moeten haar eruit helpen en ik weet van niks. Lieverd, als je me kan horen, we staan naast je. Je moet wakker worden. Het lukt niet. Tuurlijk wel, lieverd, je kan dit. Wat die stem ook gedaan heeft, je kan vrijkomen. Ik probeer het. Kom op nou, Vlinder, wees geen pussy, word wakker. Inderdaad. Lieverd? Patrick. Zei je toch dat je het dus zou lukken, lieverd? Ik ben trots op je. Ik heb je zo gemist. Ik ook, lieverd. Ik probeer je te bereiken, maar je nam niet op. Ja, sorry. Ik moest nog even wat andere dingen doen. Maar ik ben er. Ja, gelukkig wel. Ja, en wij staan hier nu bij voor peanuts, dus anders praat je Patrick een beetje beneden bij, Vlinder. Ja, dat is wel een goed idee. Oké. Oh, ik hoop dat Vlinder snel moet vertellen wie die man is. Er staat ook niet zoveel meer in haar dagboek. Er zijn wat dingen uitgeschreven. Ja, ze wou niet dat iemand het lijst, maar jij hebt het wel gelezen en ik niet. Ik vind het niet eerlijk. Hoe wil je erachter komen wie die stem is? Ja, geen idee. Ik weet niet eens waar we moeten beginnen. Heb je het enige idee wat ze wil? Nee, en ik ben gewoon een stukje kwijt. En ik ben bang dat ik dat stukje echt gewoon nodig heb. Heeft zij het kwijtgemaakt? Mijn vermoeden is van wel. En Loman weet iets, maar hij mag er niet zeggen voor een of andere manier. Het lijkt wel alsof het niet wil dat we er zo makkelijk achter komen wie het is. Ja, dat idee heb ik dus ook. Volgens mij gaat het weer een lastige kwestie worden. Ik heb ook het idee dat het heel erg lastig gaat worden om haar te verslaan. Is ze zo sterk dan? Het lijkt wel alsof ze sterker wordt van negatieve emoties. Ja, en daar is Logan niet heel erg goed in, om positief te blijven. Ik kan hem ook niet echt de schuld geven. Hij heeft nu al zoveel dingen meegemaakt. En hij gaat er ook nog meer mee maken. Het gaat tegen mijn principes in, maar je hebt gelijk. Het is zo jammer dat ik hem gewoon niet kan beschermen. Ja, je kunt ook niet alles, hè, Vlinder. Ook al wil je het heel graag. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik had gewoon gehoopt dat het wel kon. Hij verdient ook een keertje gewoon geluk in zijn leven. En geen pijn en verdriet. Als ik één ding weet van Logan, weten we dat hij sterk is. Dat weet ik. Maar niemand verdient het om dit mee te maken. Ik snap dat het zeer doet. Het is ook een goede vriend. En dan om te weten wat er nog gaat komen. Dat moet ook heel erg zwaar zijn voor jou. Hey, Daan. Ik ga even beneden kijken bij Patrick en Vlinder. Het is goed hoor. Hij verdient dit gewoon niet. Hij heeft dan wel een harde buitenkant, maar hij heeft ook een zachte binnenkant. En het doet me gewoon zeer dat hij dat allemaal mee moet maken. We moeten er gewoon voor hem zijn waar we kunnen. Oh echt, als hij nooit Strikehold ontmoet. Maar wie zegt dat hij dan zo is geweest, zoals hij nu is? Daar heb je ook wel een punt, ja. Meneer Logan, wat zijn we daaraan? Laat me schrikken, man! Slecht geweten? Ja, die heb ik altijd. Wat ben je aan het doen? Ik hoorde heel misschien Linder en Patrick praten. En? Waar ging het over?
Was het interessant? Het ging over mij. Oei, je klinkt niet zo vrolijk. Blinder had mij verteld wat zij wist over mij. Het klinkt alsof het niet zo fijn is om te weten wat er... Ik ga dood. Oh, het lijkt me wel naar om te weten dat een vriend van je komt te overlijden en je dan niets doet. Ja. Lijkt me ook erg moeilijk. Goedemorgen! Goedemorgen, Logan en Daan. Hebben jullie goed geslapen? Wat is er? Ik kon het dagboek niet wegleggen. Dus je hebt hem helemaal al gelezen? 2 keer of zo. Ja, jij mocht het wel lezen, hè? Maar wat stond er nou in? Niet zoveel. Wat? Ja, hij mag je dagboek wel lezen. Hij had er al in gelezen en hij vond het gewoon interessant. Maar goed, even wat anders. Ik zat te denken, is het misschien niet een idee dat je de kristal om hulp vraagt? Het zou kunnen. Ik weet niet of dat een slim plan is. Wat bedoel je? Nou, het kristal is op een of andere manier verbonden aan jou. En als er iemand achterkomt, kan ze er een misbruik van maken. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Goed punt. We weten niet eens wie ze is en waar ze vandaan komt. Dan moeten we echt ergens achter zien te komen. Misschien bij nader inzien is het misschien toch niet zo handig om de kristal om hulp te vragen. Dat denk ik ook niet, nee. Nee. Oh, die stomme Logan moet het ook altijd verpesten. Ik moet ervoor zorgen dat Vlinder het boek gebruikt. Misschien moet ik toch mijn plan even een klein beetje aanpassen. Maar hoe? Ik moet ervoor zorgen dat Vlinder het boek gebruikt. Er moet toch een andere manier zijn? En dat boek dat in de brievenbus lag? Oh ja, heb je dat boek nog gevonden? Ja, die heb ik gevonden. Maar weet je 100% zeker dat het van mijn tante afkwam? Geen idee, er stond geen afzender bij. Ja, dat bedoel ik dus. Ik denk niet echt dat het handig is dat we dat boek gaan gebruiken. Van wie denk je dat het afkomt dan? Ja, Logan die denkt van de stem. Is een goed punt, maar dat weten we dus niet. Ja, en precies om die reden, Patrick, wil ik het gewoon niet hebben dat ze het boek gebruikt. Oké, ik ga even naar buiten. Ik moet echt even mijn rugje scheppen. Het is best mooi weer buiten. Ik kan ook wel een frisse neus gebruiken. Ik blijf nog even binnen. Ik kom ook wel even naar buiten. Nou, Vlinder, wat is er aan de hand? Je is aan heen en weer te wippen. Wij willen weten wat er is. Hebben jullie ook niet gemerkt dat Quinten nog steeds zo raar doet? Sorry dat ik ertussen kom, maar wie is Quinten? Oh, dat is nog een andere jongen die we hebben meegenomen. Volgens mij ligt hij nog te slapen. Klopt. En hij deed wel erg raar, inderdaad. Ik weet niet. Volgens mij is er iets met hem aan de hand. Ik denk dat we belazerd zijn. Hoe bedoel je? Nou, Quinten was in de macht van de stem. We hebben hem bevrijd. En tenminste, dat dachten we. Maar het kan ook best zijn dat ze een spelletje met ons speelt. Ja, en wat moeten we nu gaan doen dan? Dat is het punt. Dat weet ik dus niet. En het enige wat we kunnen doen is hem in de gaten houden. Oh, wel vervelend. Ja, vooral omdat Quinten dit helemaal niet wil. Tenminste, ik denk dat het ook handig is dat ze niet laten weten dat wij het weten. Want anders gaan we argwaan wekken bij haar. En dan kan het helemaal verkeerd aflopen. Er moet toch gewoon een manier zijn om hem te kunnen helpen? Maar goed, ik denk dat de enige manier is om hem te helpen dat we gaan uitvinden wie ze is. En waar ze vandaan komt en dat we haar dan kunnen verslaan. Ja, zo'n vermoeden heb ik ook wel. Er moet toch een manier zijn om Vlinder te helpen. Er moet gewoon iets in dat boek staan. Wat moet ik doen om dit boek te gebruiken? Oh, wacht, hier staat het. Degene die dit boek heeft, een vraag stellen. Is wel gewaarschuwd en denk goed na voordat je de vraag stelt. Oh, dus ik moet gewoon een vraag stellen? Dat is niet zo moeilijk. Vlinder wil graag weten wie de stem is. Wat gebeurt er? Ben je echt zo dom? Wat is er gebeurd? Ik had gehoopt dat Vlinder het ging doen. Maar goed,
Jij bent ook goed genoeg. Dus Logan had gelijk. Die gozer krijg ik nog wel. Wat heb je gedaan? Oh, je hebt het antwoord gegeven aan Vlinder. Maar je hebt jezelf vervloekt. Nee! Oh, jawel. Succes, Daan. Dank u. Het komt echt wel allemaal goed, Vlinder. We gaan er gewoon achter komen wie het is. En ik hoop wel op tijd, want ik heb gewoon echt een slecht gevoel bij haar. Ik ga even naar binnen om even eten te maken. Moet ik je even komen helpen? Nu, komt wel goed. Vlinder? Ja? Ik weet dat jij weet dat je dingen over mij weet die je liever niet zou willen weten. En ik weet dat je er heel veel moeite bij hebt. Wat bedoel je? Je weet best wat ik bedoel. Ja, ik probeer er niet echt veel aan te denken of zo. Ja, dat snap ik, dat het soms lastig is. Het is gewoon lastig, omdat ik weet wat er gaat gebeuren en ik kan niks. Soms gebeuren dingen gewoon omdat het zo moet zijn, ja. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Ik weet het maar al te goed. Het doet gewoon zeer. Dat snap ik. Dat is ook niet makkelijk. Maar het moet soms, ja. Goed, ik ben er nu nog. Ik kan nu nog pannenkoeken mee eten en zo, ja. Ik weet het. Ja, goed. Laten we naar binnen gaan. Ik krijg al wat aangebrand en wat lekkers eten, dus kom. Ja, dat zou jij wel moeten weten met je neus van jou. Ja. Waarom? Maar... nou, wat is er aan, Steller? Mijn hoofd. Wat is er met je hoofd? Weet ik niet. Dit kan niet. Wat zie je nou weer? Ik zie een man die ik herken, maar dat kan niet. Wie zie je dan? Ik wil er niet over praten. Maar Vlinder! Ik wil er gewoon niet over praten, alsjeblieft, Logan. Kom, we gaan naar binnen. Oké, is goed, maar volgens mij waren we al binnen. Gaat alles nog goed met je, lieverd? Je ziet een beetje bleek. Ja, ik voel me prima. Weet je dat heel zeker? Ja, alles gaat gewoon goed. Wat is er met haar aan de hand? Geen idee, het is weer die tijd, denk ik. Maar iets zeg me dat ze iets heeft gezien wat ze niet had willen zien. Goed, lieve mensen. Ik ben ook weer terug. Vonden jullie deze video nou leuk? Beloon het dan zeker met een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe het dan zeker, want er komen nog veel meer leuke dingetjes aan op deze mooie kanaal. En als jullie dan toch nog tijd hebben, nadat we deze mooie aflevering die Vlinder maakt, neem dan ook even een kijkje op www.twitch.tv/vlinder1990. Oké, heeft iemand anders nog wat te zeggen? Mijn praatje is klaar. Bye! Ik wil geen verbrande pannenkoeken meer eten. Help mij! Vooral bier weggooien. Vooral ook nog weggooien. En zeg dat ze bier moeten in de koelkast zetten. Verbrand perensap.